dit kantoor bestaat niet uit, uit een groepje individuele praktijken van partners die elk hun eigen winkeltje hebben en toevallig samen onder dit dak zitten. Nee, het is een echt een one firm, zoals we het noemen. Het is een kantoor waar iedereen samenwerkt ten behoeve van de cliënten. Hoe ik hier ben begonnen is eigenlijk dat ik was studentassistent van een hoogleraar. En die hoogleraar die was ook partner bij dit kantoor. En die vroeg op enig moment, goh, kan je niet een paar dagen bij mij op kantoor klusjes doen? Dus ik heb eerst een jaar of twee als paralegal op dit kantoor gewerkt. En toen ben ik aangenomen als stagiaire, vervolgens medewerker en toen partner en nu managing partner. Een echte kernwaarde is liefde voor het vak. Je moet om hier succesvol advocaat, notaris of fiscalist te zijn, echt van je vak houden. De mensen die hier werken, het zijn bijzonder, stuk voor stuk bijzondere mensen. We procederen hard, we procederen, halen het onderste uit de kan voor onze cliënten, maar we procederen wel ver. En je zult ons niet betrappen op vuile trucjes en dingen die over de schreef gaan, maar we procederen wel tot aan de schreef. En dat is heel belangrijk. Dat wordt ook gezien. De kern van de strategie van het kantoor is dat wij op zoek zijn naar langdurige cliëntrelaties. Waarom cliënten naar ons toekomen is dat ze zien die liefde voor dat vak. Dat hebben ze me nooit zo gezegd, maar ik denk dat ze dat wel zien aan ons. Met sommige cliënten hebben we dus ook al relaties van meer dan 100 jaar. Ik denk dat er eigenlijk geen advocatenkantoren in Nederland zijn die dat kunnen zeggen. Misschien wel ter wereld zijn er heel weinig advocatenkantoren die dat hebben. En dat zit in ons DNA. We zeggen ook tegen elkaar, de cliënten zijn de cliënten van kantoor en niet de cliënten van een bepaalde partner. In het verleden was het zo dat stagiaires nog een beetje een eigen praktijk hadden. Sommige mensen die hadden de kleine arbeidsrechtpraktijk. Ik zelf had bijvoorbeeld een kleine strafrechtpraktijk. Dat is dat je verdachten die in voorlopige hechtenis zijn genomen, dat je die in de politiecel meestal bezoekt. Vertelt waar ze van beschuldigd worden, ze adviseert en ze begeleidt in de verdere procedure. Toen ik later dan met wat nu mijn vrouw is, maar toen mijn vriendin door de stad liep, ik echt door allerlei ongure types werd aangesproken. Maar toch is die tijd enorm belangrijk geweest voor mij. Want ik heb daar geleerd wat het is om advocaat te zijn. Hoe kunnen we nou stagiaires die ervaring geven, ook in een kantoor wat we nu zijn? En toen zijn we met de brouwerij begonnen. En eigenlijk leert iedereen daar weer wat het echt is om advocaat te zijn. Combinatie van kennis van het recht en toepassing voor reële mensen, voor reële problemen. Kantoor is eigenlijk van oudsher altijd erg aanwezig geweest in het buitenland. Wij waren het eerste kantoor wat een eigen kantoor opende in New York, in Brussel. Dat was allemaal begin jaren 70. We zijn daarna naar Londen gegaan. In de jaren 80 en anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden al bijna, hebben we een kantoor geopend in Beijing. We zagen Chinese bedrijven met interesse in Europa. En aan de andere kant zagen we Nederlandse bedrijven, zien we Nederlandse bedrijven, die steeds meer investeren in China. En ook die bedrijven, vaak onze cliënten, proberen we via ons kantoor in Beijing bij te staan bij hun investeringen in de regio. Onze strategie is volledig gericht op onze cliënten. En dat betekent dus dat als over 5 jaar de cliënten een bepaalde behoefte hebben aan een bepaald type dienstverlening, wij zorgen dat we die type dienstverlening kunnen bieden. En daar speelt ook die internationale zaak een hele grote rol. We hebben dit kantoor, zeggen we vaak tegen elkaar, te leen gekregen gedurende onze tijd dat we hier op dit kantoor zitten. En het doel van ons allen is om dat kantoor weer door te geven aan de volgende generatie.